Holy moly, ik bestuur gewoon dit beest. Holy shit, gast. Voorzichtig, joh. Zo. Knol power. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en het is 5 uur in de ochtend. 5 uur in de ochtend. Oh. Aan de ene kant wil ik gewoon nu het licht weer uitdoen en denken, laat maar, ik ga weer verder slapen. Ik ben er niet, maar dat kan ik echt niet maken. Want ik heb een afspraak gemaakt en die wil ik gewoon nakomen. Als eerste moet ik zelf uit bed. En dat ga ik nu doen. Want ik lig alweer iets van een kwartier gewoon wakker, niks te doen. En ik ga als tweede eventjes mijn buurman wakker maken. Goedemorgen. Ik kan niet toch. Wat zeg je? Klopt het wel? Klopt het wel? Ja, dat is het. Jezus, dat klopt niet hoor. Is het te vroeg, hè? Ja, jammer. Een paar uurtjes slaap gehad, ja. Ja, we hebben niet zoveel slaap gehad, maar we moeten opstaan. We hebben er zin in. We hebben er zeker heel veel zin in. Mm-hmm. Oh, hij heeft een onderbroek aan! Oh. Hij heeft een onderbroek aan. Ja, maar ik wist dat je dit ging doen. Lekker bezig, Bas. Ik denk, we sparen jullie weer een mooie bloedpimmel. Nou, ga maar lekker opstaan. Ja, even douchen. Ja, ik ga in ieder geval meteen naar de badkamer. Hey, goedemorgen. Oh, gaan we even lekker douchen als eerst. Even opfrissen. Wauw. We zijn eventjes helemaal opgefrist. Nog niet helemaal wakker. Maar daar gaan we eventjes voor zorgen. Zo. Want het is mooi weer buiten, jongen. Gast. Oh, je wil niet weten hoe mooi weer het buiten is. Daarom hield je je jas aan in de auto. Ik denk, waarom hou je nou je jas aan, jongen? Nee, joh. Het is mooi weer. Weet je hoe koud het is? Nee, joh. Nee, joh. Hartstikke mooi weer. Ja, joh. Echt wel. Zo, leuk geluid wel. Ik doe toch even jasje aan. Hij doet toch even jasje aan hoor. Ja, knophouwer hoodie is super warm. Maar niet zo warm. Wat is dit joh? Ik wist het is helemaal donker. Ik wist helemaal niet dat het nog donker was. Ja, tuurlijk. Het is mooi weer hoor. Ja, het is mooi weer. Helder, het is mooi weer. Woehoe! Woehoe! Dit dan? Nee, is ambulance of zo? Wat is dat? Ja, dat was sirene, oftewel er is wat in de buurt. Er is wat aan de hand. Oh, oh, verkeerde knopje. Oh, je doet de spoel hier aan. Nee, het regent. Oh, het is zo mooi weer, het regent gewoon, jongen. Je hebt een koude kop, joh. Bas, het regent gewoon. Bas, die zegt al de hele tijd. Ik heb een kolle kop, jongen. Ik heb een kolle kop. Oh, een kolle kop niet te stoppen. Ja, ik heb een muts op. Ja, lekker warm. Oh, al warme billetjes trouwens. Ik ga nu helemaal stuk, joh. Hey! Oh, ik zie daar al vrachtwagen rijden. En ik zie hier allemaal vrachtwagens staan. Ja, gaan we hier gewoon trein op? Ja, we gaan hier trein op, denk het wel. Ik wil heel eerlijk zijn. Ik ben nog wel een beetje moe. Maar we moeten hier wel zijn, geloof ik. Genoeg vrachtwagens. We zijn nog maar net op het terrein hier zo. En hier scheiden onze wegen, Bas. Ja, rustig man. Rustig aan. Rustig man. Hè? Zet ja, hem op. Ja, zet hem. Auw! Niet zo hard. Auw! Helemaal gek. Bas die gaat er vandoor. Ja. Bas die gaat samen met Lars in deze auto. En ik ga mee met Martijn. Want, wel ja, want bij Martijn in de wagen is dat het fijn.
Bij jou weet ik het niet, met de achterwielaandrijving. Rustig. Ja, Bas geeft gas, dat wel. Ja, ik heb het even helemaal gehad met auto's. We gaan over naar de vrachtwagens! En vandaag ga ik dus meerijden met Martijn. Jij bent vrachtwagenchauffeur. Ja. Hoe oud ben je? 32. 32, je bent al 12,5 jaar in dienst. Ja, ruim, ja. En wij gaan even een kijkje nemen in een beetje jouw routine. Ja. Waar gaan we beginnen? Want dit is je wagen. Ik zie al binnen een mooi licht, ik zie gordijntjes. Ja, klopt. Maar ik zie daar ook een beetje de klep openstaan. Ja, de klep ligt er ook nog in. We gaan even binnen kijken zo. Tussendeuren, ja. We gaan hem uitschuiven, tussendeuren dicht doen. Rij een stukje van het dok af. Dan doen we de achterdeuren ook dicht. En dan, hij zit er helemaal vol. Ik heb hem volgeladen vanmorgen. Dus... Kan ik even kijken ja, hier? Kijk. Oh, er zit genoeg in. Oké, we gaan vandaag knijpflessen mayo bezorgen, currysaus. En we gaan bier rondbrengen. Ja. En we gaan langs hoeveel klanten vandaag? Vandaag valt wel mee, het zijn er 4, maar de hele wagen zit wel vol. Dus ja, de auto vol is klaar. Oké. Maar ik wil toch even kieken hoor. Nou, helemaal tof. Kom maar even kijken. Ik wil toch even kieken hoor. Zo. Beste curry, hè? Ja. Wat zit hierin dan? Dit is olie, tank olie. Het is ruim 1000 liter. Nou, het is een tank van 1000 liter. Maar waarom heb je 1000 liter olie bij je? Gewoon om de motor te laten smeren, wat denk jij dan? Om vis te bakken. Ja, serieus, daar gaan we naartoe. Vis te bakken? Ja, we gaan vis bakken, ja. Nou ja, wij niet. We gaan naar de klant. De klant gaat vis bakken. Met die echt? Ja. Is dit gekoelde? Ja, kan ook. Ja? Die hangt daar voorin, halverwege. Ja, dat zal je straks wel zien. Voorin hangt er eentje. Leuk man. Ja, mooi man. Ja, dus hier ga jij hier zitten en dan gaat hij rijden. Hoor. Ja. Zonder dicht doen, -20 zetten. Ja. Later, ja. Boy. Ja, nee, dacht ik niet. Hij heeft een goede muts op, dus. Ja, ja dat is waar. Maar Edson, die velgen wel gezien. Ja, die velgen die shine hard hoor. Dat is niet normaal. Dus dat is echt heel mooi. Hoppa. Helemaal mooie werkschoenen ook hier. Jeetje. Man, er zijn schoentjes aan. Ja joh. Dit is volgens mij wel belangrijk. Dat je tijdens het werk stalen neus hebt. Ja, dat safety first, hè? Kan ik jou een flinke schop onder de poepen geven? Ja, moet je doen joh. Doe maar. Probeer. Oké, wat gaat er gebeuren? Kijk, we gaan zo meteen op die bovenste treden staan. Tik je eerst met je linkervoet, voor jou straks je rechtervoet, anders krijg je niet allebei tegelijk uit. Ja. Tik je die eerst uit, dat je erin staat. Dan doe je het met die andere ook. En dan ga je zitten. Hij geeft me gewoon een cursus hoe je je schoenen uit moet doen. Ja. Om vervolgens zonder schoenen in de stoel te zitten. Maar ho even, als hij dat niet doet, dan doe je het sowieso verkeerd. Ja, dat is waar. Maar je rijdt dus best wel hoog en dan lig jij straks beneden. Ja, dus je rijdt dus altijd met sokken. Altijd. Ja, maar kijk, nu blijft alles gewoon schoon. De wagen moet gewoon schoon. De wagen moet gewoon schoon blijven. Ja, is dat een autistisch trekje dat gewoon helemaal schoon is? Ja, zo kan je niet meer. Ja. Ja. Oké, nou alles moet schoon blijven. Dus schoentjes uit. Ik heb gezien hoe hij dat doet. Oké, top. Ik ben benieuwd. Ja, dan moet ik naast je gaan zitten. Ja, we gaan eerst even binnenkijken. Oh, oké. Okay. Ja, is goed, gaan we eerst binnenkijken. We gaan eerst even binnenkijken, kunnen de deur allemaal dicht doen. En dan kun je zo meteen gaan zitten. Cool. Volgens mij is het wel lekker warm daarbinnen hoor. Zal ik de kracht laten zetten? Ja, lekker. Ja, lekker. Lekker warm. Ja, volgens mij is het echt lekker warm daarbinnen. Volgens mij is het gewoon een beetje een klein huisje eigenlijk. Ja, is het ook. Ja, slaap je wel eens in die wagen? Ja, ook ja. Ja? Ja. Alleen? Ja, moet ik iemand oppikken? Ja, ik weet niet. Natuurlijk alleen, ja, ik rij alleen. Dus, Oké. Ja, ik heb wel twee bedden, kijk. Boven. Daarboven heb je een bed? Ja, dat is een stapelbed, zeg maar. Gewoon bovenbed. Kan naar beneden komen. Oh, jullie gaan er vanmiddag even pitten met z'n tweeën, hoor. Zo. Dank u. Ja. Zo. Deze kant is alle bier. Van bier. Bier. Holy shit, dit is een grote loods? Ja. Oh. En al deze deuren die jullie hier zien, daar wordt dan de vrachtwagen achteruit tegenaan gezet. En dan kunnen ze heel mooi inladen. Dit is van jouw wagen? Ja, dit is mijn auto. Zo. Maar moet je dit ook allemaal zelf doen? Moet in principe wordt het, ik heb hem nu zelf geladen. Maar in principe wordt hij s'nachts alle volgeladen. En dan kunnen we die auto gewoon 's morgens pakken. Want ze zijn er vaak nog niet. Het is gewoon nog dicht. Dus als ze 's morgens aankomen, 4, 5 uur. Dan pakken we die wagen en dan gaan we rijden. We zijn hier nu rond 7 uur 's ochtends gekomen. Ja. Maar hoe laat begin je meestal? Ja, rond 3, 4, 5 uur.
3, 4, 5 uur slikken, hè? Ja, dat is wel even slikken. Ja. Soms ga ik om 3, 4, 5 uur naar bed. Ja. Dat is wel even anders, ja. Afgelopen zaterdag ben ik om 1:30 begonnen. 1:30 s'nachts? Ja. Hoe laat was je vrij? Hoe laat ben je nog vrij? Ja, toen was ik wel op tijd vrij, een uur of 9, 10. Ja. Oké. Okay. Soms werk ik dan ook gewoon. De dag ervoor was van 3 tot 3. 3 tot 3? Ja. Oké. Okay. Ja, het zijn wel verschillende werktijden dus. Ja, precies andersom wij hebben ze volgens mij. Ja, wel een beetje zo ongeveer. Ja. Soms wel. Ja. Oké, okay, cool. Maar de hele wagen zit vol. En hoeveel weegt u nu, weet je dat dan? Ja, nu valt het wel mee, omdat we veel lege flessen en brood hebben. Maar nu is het denk ik 20, 25 ton. Kunnen we zo meteen nog zien. Hoor. Ben je wel eens contact door handelaars? Nee, rechtstreeks. Nee, het gaat allemaal via Simoloos. Maar nooit een keer iets gehoord van, kan je iets voor me meenemen? Even over de grens. Nou, nee, ik weet niet. Nee. Niet dat je iets van me hoeft mee te nemen of zo. Oké, nee, je hebt geen plan, hè? Nee, maar ik vroeg me gewoon af, ik heb geen idee. Nee, is nog nooit gebeurd. Oké. Maar ik heb wat bij me, dus... Ze zie je er wel uit, ja. Ik heb wat bij me. Nee, gekheid. Ja, ik heb wel een kapseltje ervoor nu. Ja, toch? Ik kan ook wel een stukje rijden. Kan ik hier op rijden? Ja, tuurlijk. Ja. Oh nee, zeg het nou niet. Ja, maar dit vind ik gewoon leuk, hoor. Wow! Kijk hem dan. Druk ze je nou een beetje. Ik viel naar voren, toen kwam ik zo tegen de toeter. Hey, even één ding, hè. Dit komt hard aan, hè. Ja. Ik heb dit ooit een keer gedaan, toen ging het mis. Echt? Ja, weet je nog dat filmpje van die stelling? Dat zo'n kerel met zo'n ding tegen zo'n stelling aanraakt? Ja, dat hele stelling omviel. Ja, nou, zo sterk zijn die dus. Nee, dat is niet best. Nee, dat is niet best. Je staat vallen. Ja, dat gebeurt sowieso. 12,5 jaar rechtswerk, dat valt wel zo. Ja, niet heel veel gelukkig. Maar hebben jullie niet een lijstje binnen van aanstrepen wie het meest heeft laten staan? Nee, dat zou niet best zijn, hoor. Kijk hem dan, joh. Dit gaat mis, hoor. Dit gaat mis, hoor. Bro, doe rustig. Op de vier pusten. Wat doet hij? Achteruitrijden is ook makkelijk. Oh. Hij gaat ook hard hier, jongen. Ja, gewoon redelijk hard, ja. Ze kunnen nog wel harder, hoor. We hebben ook echt hele lange pompwagens. Zullen we kijken waar die staan? Ja, even wachten, hoor. Even komen, even. Oh. Oh, voorzichtig, jongen. Wat ga je doen? Ja, mijn opa die kan wel biertjes gebruiken. Je durft het echt aan om een volle te pakken. Nee, ja, jongen. Pak dan die linker, die is makkelijker. Die Bernard. Ja, die is makkelijker. Dat pak nog hoger tenminste. Dit is best moeilijk, man. Oh. Ja, of die. Je pak die lege pallets. Dan ga je daar een rondje mee rijden. Dat, als dat omgaat... Oh. Dat bedoel ik. Dat is goed dat we lege pakken. Ja. Gefocust. Niet helemaal, klein stukje terug. Kijk, als je deze pakt. Kijk, die past er helemaal in. Jeetje, die is echt snel, hè? Echt. Ja, deze is wel moeilijk, maar flip hem even omhoog dan. Oh! Stop! Oh! Staat hij onder die ander, dat is een heel klein stukje. Oh. Bijna. Oh, dat was wel leuk geweest voor de vlog trouwens. Ja, veel op dat ding, laten we. Dat scheelde echt niet veel. Maar hoezo ging dat vallen bijna? Nou, omdat je hem er tegenaan tikte met erin rijden. Je reed er toch tegenaan? Oh, dus ik moet een stukje terug. Ja. Nou, je zat op zich wel goed erin, maar die pallets die zitten nu onder elkaar. Dus als je iets naar voren gaat dan, klein stukje omhoog en dan naar achter. En dan kan je allemaal omhoog doen als je dit. Je moet nou niet in één keer vol gas achteruit. Ja, dat fout. Hij is ook echt... Nu moet je even naar beneden zakken. Naar beneden laten zakken. Nu helemaal verder erin. Helemaal omlaag zakken. Ja, en dan naar voren. Ja, top.
Nu steek je ook een stukje uit. Let op, in die andere pello. Hij vindt het helemaal mooi, hè? Mooi rijden. Toen is de volgende. Niks. Oh. Even een scherpe bocht maken. Even een donutje draaien, hoor. Oeh. Ja, je bent helemaal aan het genieten. Dit is echt leuk. Ja, maar dat is het vervelende. Nu gaat het waarschijnlijk fout. Dit is echt leuk. Achteruit. Ziet er ook gewoon leuk uit, dit. Ziet er echt leuk uit. Maar weet je, Bas is wel inderdaad een vakman, ja. Die kan dat beter dan ik. Die weet ook een beetje die termen van pallets en zo. Kijk, ik weet alleen maar dat dit een blauwe pallet is. Maar Bas, die wist ook... Deze? Ja. Ja, die zijn gewoon klote pallets. Dat zijn klote pallets. Ja, maar dat zijn blijkbaar Euro pallets of zo. Check pallets. Dit zijn check pallets? Check. C-H-E-P. C-H-E-P. Kijk hoe ik het doe, hè. Moet je even kijken hoe ik het doe, hè. Wat ga je doen? Oh, hij schuift hem gewoon tegenaan. Ja, hoor. Oh. Nou, dan wil ik wel een stukje mee met Bas. Zeker? Woep, woep. Oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god, hoe dan? Ja, hoe dan? Hoe dan? Achteruit is makkelijker en nog krijgt hij het voor elkaar. Hoe dan, Bas? Oké, okay, I'm done. Zagen jullie de paniek in Bas' ogen? Op de dab. Bas die, oh, dit is dab bier? Ja. Dab bier, hoor. Krestie bijna. Ik ga even weg hier, hoor. Dit is nog wel vrij lastig. Ja? Ja, daarom ging het bij mij mis. Ging jij ook doen? Ja, zo. Ja, hier zie je. What the fuck? En als je nu een gebochtje gaat maken, dan denk je helemaal weg, welke kant ga ik op, joh. Hij staat ook meteen stil, hè. Ja, ja. Hij doet het ook, kijk hem. Is cool. Hij vindt het ook mooi, hè? Tuurlijk. Hey Enzo. Wil je vertellen wat er net is gebeurd, of niet? Wat is er net is gebeurd, dat... Ja, we moeten gewoon weg hier. Ja. Dit ding is echt levensgevaarlijk. Ja, zet je houden erop zeker. Ja. Ik parkeer deze daar netjes en dan is het klaar met de karretje. Auto is vol, blijf eruit. Och. Oh, dat is de klep. Ja, gewoon de laadklep. De laad te lossen. Ik ga gewoon even er doorheen. Wil je er nog in, Enzo? Snel, snel, ga erin. Ga erin, ga erin. Oh, hij zit erin. Ja, nu is hij de lul. Nu komt hij er niet meer uit, hè. Waar is hij nou dan? Waar is hij? Hij zit achter die pallet. Er zit nog ruimte achter. Ik zie hem niet. Oh, hoe is het? Nee, red je niet, red je niet. Nog net gered, mensen! Living on the edge, hoor! Oh. Kom maar, jongen. Ligt dat poep of zo? Oh, net goed! Ja, dat ging nog net goed. We hebben echt alles gedaan wat we niet moesten doen, eigenlijk. Ja. In het eerste uur al. Dat wordt nog wat. Is nou iemand even grappig geweest om wat te doen? Ja, joh, op een halve vestigingen vinden ze dat leuk om te doen. Ja, dit is nog altijd hoor, ja, is leuk. Ja, Bas. Ja, is niet zomaar iemand met wie we meegaan vandaag. Vergeet het niet. Dit is gewoon de man hemzelf. Ja, ja. Ja, ja. Hoe was dat om je voor het eerst te zien op zo'n poster? Ja, het was wel apart eigenlijk. En je moet wel natuurlijk in de camera. En je wordt een beetje herkend, dat is ook wel grappig. Ja. Die van die poster is het eerst en nu een beetje van die vlogjes. Dus dat is wel leuk. Ja, top. Ja. Oké, de vrachtwagen gaat nu omhoog.
Hier zo. Als het goed is. Als het goed is. Ah ja, nu zie je hem langzaam omhoog gaan. Maar de reden waarom deze vrachtwagen of meerdere vrachtwagens die voorkant zo naar beneden hebben, is omdat die hele vrachtwagen dan recht staat en dan kunnen ze makkelijker inladen. Goed hè? Wij moeten deur. Dat is mooi, hè? Kijk, en nu moet je even kijken. Tussen de ademwagen en de volbak ga ik nu uitschuiven. Die ruimte gaat dus groter worden. Wat hij nu gaat doen, is dat hij gaat de vrachtwagen gaat hij verder uit elkaar doen. Kijk, zie je dat? Och ja, gek. En op deze manier gaat hij rijden. En hier kan jij dan gaan staan, wacht. Nee. Oh, hij rijdt al. Ja joh, hij gaat erop door. Ja, hij moest even een slokje debbier gehad ofzo. Aan de bak! Aan de bak, ja joh, arbeid jongen. Wat moeten we doen? Deuren, ze moeten allemaal dicht. Die deuren? Ja, en daar zit een clipje zit erachter. Snap. Snap je, zegt hij. Hij snapt er ook helemaal niks van, joh. Hij snapt er ook helemaal niks van. Ze moeten tegelijk, die andere ook. Wat voor de bouwdeurtjes zijn, zijn twee losse deurtjes, die kunnen ze tussen de auto door. Oké. Tegelijk. Moet deze vasthouden? Ja, en dan nu duwen. Goed zo, bijna. Met deze. Ja. Achterdeur zijn makkelijker. Yeah! Deze goed zo? Ja jongen, ja, lekker bezig. Ja toch? Ja hoor. Lekker hoor. Allebei een achterdeur. Oh, achterdeur ook nog. Het zal wel zijn als je wegrijdt, alles niet. Ik denk dat dat best wel een keer gebeurt. Wat is dit dan? Je moet trekken. Ja zo, en dan... Gast, hoe weet je dat allemaal? Jongen, allemaal in dezelfde branche gezeten, jongen, ja. Grote deur dit, hé. Je zou zo'n slaapkamerdeur hebben. Met zo'n slot. Hij schatje, kom even binnen. Deze is? Ja, die is er. Weer hetzelfde gewoon. Hij is goed toch? Dat doe jij, hè? Top. Nou, wat gaan we doen? Rijden. Jij je schoen uit. Oh ja, schoen uit. Je schoen uit. Ik ga er hier in, toch? Ja, met. Nou ja. Ik mag het niet hier doen, want dan wordt het vies. Ja. Daar moet ze. Ja. En daar blijven ze liggen ook? Ja, ja. De schoenen blijven daar ook staan. Tijdens het rijden? De deur van dicht en die blijven daar allemaal staan. Och ja, tuurlijk. Ja, juist. De deur zit inderdaad al hier. Dus dit zit ook... dat doet hij hem netjes hoor. Ja, super. Hey. Nou, neem de kijkers maar mee naar binnen, jongen. Ja, kom maar hoor, mensen. Tot zo. Zo. Daar zit ik dan. Mensen, dit is gewoon een schip. Dit is serieus gewoon een schip, hé. Een vette licht hierin. Holy moly. Dit is echt nice. Kijk dan. En dit is dus het stapelbed. Of een stapelbed, wat is het? Ja. Ja. Nou, omdat er gewoon twee bedden boven elkaar zijn. Maar het is in principe gewoon het bovenbed. Maar slaap je vaak? Ja, dat ligt er precies aan de planning. Soms ben ik 2-3 nachten van huis. Ja, serieus? Soms de week niet. Ja. Moet je ook naar het buitenland? Nee, ja, ik rijd Benelux, dat is niet echt. Nee, oké. Okay. Ja, precies. Oké, okay, top. Even snel laten zien, kijk. Ik hoef alleen deze knop in te drukken. Wat een mooi systeem, hè? Dit is dan mijn bedden goed voor beneden. Jeetje, nice. Gaaf. Zo, ik doe mijn jas uit, denk ik. Ja. Nou, daar gaat Bas hoor. Nou, we zijn dus onderweg. Ik denk nu ongeveer 10 minuutjes. Ja, we hadden even file, baan afgesloten. Maar ja, daar krijg je wel vaker mee te maken met file. Ja, heel vaak. Vooral in bepaalde tijden. Kijk, daarom gaan we ook zo vroeg weg. Ja. Omdat we vaak die files vol willen zijn. Dus om 4, 5 uur ga je weg, dan heb je gewoon geen files. En dan kan je ook een heel eind rijden zonder file. En wat is het meest frustrerende van je vak als vrachtwagenchauffeur? Zijn dat toch die files? Ja, files en ook echt het asociale rijgedrag. Het laatste moment ervoor, afsnijden. Gewoon de moment op de weg. Als iedereen iets meer respect voor elkaar zou hebben, zou het ook allemaal veel makkelijker gaan. Oké, dus daar krijg je ook wel veel mee te maken dan? Ja.
Want als vrachtwagenchauffeur moet je veel eerder remmen. Klopt. Omdat je zwaar beladen bent. Massa. Ja. En dan krijg je gewoon... Kijk, jij moet meer ruimte houden dan bijvoorbeeld auto's. Ja. Waardoor auto's denken, ah, dan kan ik er nog net even voor. Precies. En dan krijg je dat. Ja, waardoor ik nog harder moet remmen. Waardoor je weer eens een gevaarlijke situatie kan krijgen. Ja. En je bent al zo zuinig op die vrachtwagen. Ja. Het zou blijven. Ja, dat snap ik. Hij moet nieuw blijven, ja. Ja, want ik zit hier, dames en heren, lekker met mijn sokken, hoor. Kacheltje aan. Ja, heerlijk joh. Ik moet zeggen, dit is wel echt een hele mooie vrachtwagen. Ja. Serieus. Ik heb, zou ik ook heel eerlijk zeggen, helemaal niks met vrachtwagens. Als ik een vrachtwagen zie rijden, dan krijg ik daar niet een bepaald gevoel bij zoals ik krijg bij bijvoorbeeld zo'n Jeep of een Porsche of een Ferrari of zo. Maar ja, dat moet een beetje in je zitten, denk ik. Ook al moet ik wel zeggen, ik heb wel eens verschillende vrachtwagens gefilmd in een vlog. Maar dat is dan een vrachtwagen die helemaal knijters mooi beschilderd is of zo. Oh, special paint. Ja, special paint. Ja, ja, ja. Ja, dat vind ik dan wel vet om te zien. Dat is ook wel tof, ja. Dus dat is wel kicken. Maar goed, we zijn even bij het benzinestation en het is even tijd voor een lekker bak koffie. Ook dat. Wil je koffie iets? Ja, cappuccino. Nou, gaan we dat even halen. Nou, dat bakje koffie, dat heb ik. Het begint nu een beetje lichtelijk te regenen. Nu zet ik wel even deze hier neer, want we moeten weer de wagen in. Zo. En dat moet natuurlijk op een hele speciale manier voor die schoenen die ik uit moet doen, ja. Ja, super, dankjewel. Oké, nou, dan kom ik omhoog. Oh ja, super, dank je. Zo. En dan even de linker uit. Ik ga even zitten. Vind je dat makkelijker? Ja, ik vind zitten eigenlijk makkelijker. Maar ik moet mijn schoen niet laten vallen natuurlijk. Nee. Zo. Ja. Zo, en dan dicht. Ja hoor. Het is gelukt. Hoppakee. Deur nog goed dicht. Oh, is hij goed dicht? Nee, hij zit niet helemaal goed dicht. Ja, perfect. Ja? Ja. Hey, je bent wel top. Streng hoor. Ja, tuurlijk. Want anders gaat hij zo meteen weer piepen om de draai, hè. En ik hoor precies of die deur goed dicht valt. Oké. Wil je brood koud nog? Of ja, je hebt een koelkast hier binnen, hè? Ja. Ja, dat is niet te geloven. Ik heb namelijk eventjes, ik heb wel ontbeten vanochtend. Even een rijstwafel van 2 beschuitjes. Maar nu heb ik even een broodje ham gehaald. En ik wist helemaal niet dat je dat kon halen. Maar ik heb een hardgekookt ei gehaald. Daar had ik wel zin in op zich. Maar je hebt hier gewoon een koelkast. Die schuif je gewoon uit. Ja, dat is een lade. En die andere is gewoon een opbergvak. En dit is een mooi koelkast. Die staat nou op 4 graden. Nice. Ja, en het lijkt heel spannend. Maar valt wel mee. Maar dit is water. Dat is gewoon water. Maar waarom heb je water in een Bacardi fles? Nou, omdat... Het gaat glas meer om blijft het glas. Koud. Ja, nee, het gaat meer om het glas. Vanuit het glas drinken is beter dan uit plastic, want plastic wordt gewoon vies. Glas. Ah, zo, glas een glas niet. Blijft goed. Ja, het is beter. Maar dat is wel... En dan vind ik het wel leuk om dan zo'n fles te nemen. Maar het is wel een dingetje als je dan aan het rijden even bent. Chockerend. En mensen zien jou rijden en dan zo... Ja, je maar er zit er gewoon water in. Ja. Je moet niet tegelijk doen als er politie naast je rijdt of zo. Nee, precies. Dan krijg je toch wel even een controle, denk ik. Maar ik moet heel voorzichtig even gewoon boven het zakje eten. Even netjes. Mag ik wel eten? Anders dan mag ik gewoon. Ja, natuurlijk mag je eten. Oké, anders wacht ik. Want we kunnen het ook oplossen anders. Wow, yo, wat dan? Yo! Wat is dat dan? We hebben lucht hier. Voor dus wat is dat? Gewoon om schoon te maken. Nee. Dus we kunnen alles schoonmaken. Weet je wil. Heb je dit er speciaal in laten zetten? Ja, nee, het zit er gewoon standaard in. Er zit gewoon zo'n luchtaansluiting in het dashboard. Ja. Zit er gewoon, ja, en dan koop je zo'n slang en dan kan je gewoon alles schoonmaken. Dit is geniaal. Ja, dit moet je in je Jeep hebben eigenlijk. Zo, inderdaad, hé. Ja, daar kan je een mooie auto mee schoonmaken. Zomers, als je het warm hebt, is het wel lekker, hoor. Dan zit jij de hele tijd zo... Los, en dan zit ik helemaal een beetje te zweten en dan even zo... Lekker, hoor. Fris lekker op, aircootje aan. Geniaal, man. Ja, dus dat is perfect. Echt goud. Hoe lang moeten we nu nog rijden naar de locatie? We gaan nu naar Amsterdam toe. We rijden halverwege de A7 tussen Bochum en Zaandam. Dus ik denk even een half uur licht aan de drukte. Even ruim een half uurtje, dan zijn we er wel. Nou, top. Ja. Waar rijden we nu overheen?
Het ei. Het ei. Hé, hey, daar hoort een eitje bij, hè? Ik ga even een lekker eitje eten. Strak tegen die pionnen, anders kan er geen auto meer langs. Oké, okay, er staan hier dus allemaal pionnen. En Martijn zegt dat hij er strak tegenaan moet parkeren. Want anders kunnen er geen auto's langs aan de zijkant. Soms kijk, zoals Bas. Oké, okay, de vrachtwagen die staat bijna. Die is bijna goed geparkeerd. En moet je dan nog veel doen? We gaan bijna de hele aanhangwagen lossen op twee tanken na. Die zetten we ook straks achterop, dat we dus die makkelijk kunnen lossen. Want als we gaan lossen en laden. Dus als de ladingen weer in staan, zetten we die andere twee achterop, dat we die niet weer de vol weg moeten halen. Dus het is niet alleen als vrachtwagenchauffeur rijden? Nee, je moet er ook goed over nadenken, vooral met de combi. Ja, en daarnaast is het ook gewoon nog veel erbuiten. Ja. Cool. Ja, we gaan zo meteen ook de pompwagen pakken. Ik heb een eigen elektrische pompwagen. Dus die gaan we uit de kist halen. Is die lijp? Ja, die mijn naam erop, alles. Ja? Oh, goed geregeld, man. Ja. Echt, holy shit, jongen. Dit is echt nice. Bassie! Hey! Hey! Hoppa, we zijn er, hoor. Hoe zit dat in dat kleine autootje van je? Oh, kijk eens even, Hessie. Ik zeg, hoe zit het in het kleine autootje van je? Ja, lekker. Lekker. Jan Hessie. Ja, mooi Hessie. Jij hebt beenruimte voor deze zeker. Yo, bro, ik zit hierin, jongen. Dit is echt zo ziek. En vloerverwarming? Ja. Bro, voel mijn voeten. What? Voel lekker warm, joh. Oh. Ja, joh, dit is zo luxe. Niet normaal, hij heeft een koelkastje. Ja? Ja, joh, dit is echt niet normaal. Hey, box hier, ik doe even Hessie aan. Ja, Hessie, safety first, hè? Ja. En moet je eens kijken, hè? Want dit vind ik echt goud. Dit vind ik echt goud. Ik kreeg deze opgestuurd thuis. Al vorige week of zo, of twee weken geleden. En moet je opletten. Knolpower! Juist! Dit is echt geniaal. Rits ik hem even dicht. Ja, ja! Knolpower in de building. Doen we even schoentjes aan en dan gaan we even kijken of we ergens kunnen helpen. Of dat we hem even moeten volgen. Want de levering staat wel op prioriteit nummer 1. Dus dat moet even allemaal geregeld worden. Want we willen niet dat de klant boos wordt. 1, 2. Oh, zo. Hij gaat een keer springen. Dat is niet goed. Hoppakee. Oh, hij is niet goed dicht. Oh, komt u maar. Gaat u maar. Alsjeblieft. Hé, hey, we kregen een duimpje omhoog. Ja, ja. Hé, hey, bro. Ja, zo. En zo. Ja. Wat valt je op, jongen? Weet je hoeveel mensen zijn er naar hem? Ja, joh, hij kent iedereen, hè? Ja, joh, echt in één keer groot licht. Hij zegt, ja, joh, die kennen ze allemaal. Ik zeg, nee. Ja, joh, hij zit iedereen te zwaaien. Famous, hoor. Vraagje, heel even kort vraagje. Ja, ja, ja. Zijn er ook veel vrachtwagen chauffeuses, of hoe zeg je dat? Ah, best wel veel, want wij hebben er ondertussen, denk ik, 26 of zo, 65. Vrouwelijke rijders. Ja, veel te weinig. Dat is te weinig dan. 26 vrouwen? Ja, volgens mij nu van de 1300. Van de 1300 werknemers. Een klein percentage. Dat is dan wel weinig. Maar wel leuk dat ook vrouwen dat doen. Ja, ja, ja. Steeds meer hoor. Je ziet steeds meer. Dat is wel leuk. Dus voor alle vrouwen? Het bestaat? Ja. Wat zit daarin dan? Nee! Ja, eiken is even. Help en op. Wat? We gaan weer lekker toeren. Ja. Gaan we schade maken. Goed verzekerd. Dit is goud, hoor. Maar zijn eigen naam staat erop alles, hè? Kijk dan, Kuiper. Make R&B. Vastmaken. Hoppa. Neem jij mee? Ja, wat mee? Hetzelfde principe eigenlijk. Maar nu loop ik erachter. Ja. En nu moet je wel uitkijken, want die wagen staat ernaast. Als je die wagen weer raakt... Dan gaat die lopen dan terug. Dat is een probleem, ja. Iets hoger, iets hoger. Ja. Oh. Oh. Ja, ook doet er. Oh, heb je hebt niet zo'n kleppie? Nee, die heb ik alleen onder mijn motorwagen. De meeste vrachtwagens hebben hier zo'n klepje onder en zo. Die gaat dan zo en die kan dan zo op en neer, weet je wel. Laadklep. Okay. Laadklep, ja. Laadklep. Ja. Dan zet je klep nou even fout. Ja, de laadklep. Want deze heeft geen laadklep. Zo. Ja, hier ga je maar niet mee rijden hoor, en zo, dat komt niet goed. Nee. Zo, hij poept hem er zo in. Hoppa. We gaan er wel mee rijden, alleen als er dan iets gebeurt, dan gooi je het los misschien wat negatief. Als het op straat is, hè. Ja, leuk voor de foto. Het zit me wel leuk. Ik vind wel meer views daar. Ja. Eén stelling bij ons is wel genoeg.
Ja. Ja, dus dit is top. Dit is gewoon top. Je ziet ook gewoon dat hij dat vaker heeft gedaan. Het gaat gewoon inrijden, uitrijden, super snel. Maar hier moet je wel echt beoefenen hoor. Ja, hier heb je een certificaat voor nodig. Ja, hij doet het even snel, maar dit ja. Moet je gewoon even een korte opleiding volgen, ja. Denk ik. Hey, heb je daar een rijbewijs voor nodig of een certificaat? Heftig certificaat. Ja? Ja, heftig certificaat. Heftig succes. Ja. Ja, is dat niet leuk om een keer te halen? Fijn, zo. Ik heb deze even erin getild. Wij zijn sterk. Samen zijn we sterk. Dit zijn dus alle lege flesjes. Ja. Ik ga ook gewoon een beetje anders praten. Hè. Normaal gesproken zeg ik flesjes, maar nu zijn het flesjes. Ah, flesjes. In Amsterdam heb ik het. Zo, zijn wel heel veel flesjes. Ja. Oh, dan ga jij het pak. Ja, Gaat zo potjes. Als dit ook valt, jongen. Oh. Richard, rustig aan, Richard. Heb je dit ooit laten vallen? Wel binnen een keer. Binnen een keer? Ja, niet laten vallen. Toen had ik er eentje neergezet en mijn collega die pakt hem dan op met de pompwagen en die rijdt hem weg. Ik had hem helemaal achterin neergezet. Het gebeurde iets met de bottelmachine. Dus hij moest er een keer terugrennen om dat te maken. Ja. En ik kom met een nieuwe aan. Ik zie natuurlijk niks daarachter langs. Dus ik dacht dat hij hem al weg had getrokken. Dus ik rijd de volgende op zijn plek en ik hem zo te gaan. Allebei scheuren ze uit. 5000 flessen. We hebben 2 glasbakken. Die waren binnen no time vol, ze moesten in allemaal vuilniszakken al de glas. Hoeveel flesjes zijn dit? 2888 flessen in één pallet. Zo. Dus er lagen bij 5000 flessen op de grond, ongeveer 2 lagen bleven van elke pallet staan. Voor de rest alles eruit. We waren denk ik 2 uur bezig om het allemaal te ruimen met 8 man of zo. Dus het gaat wel eens mis. Oh, ja, je ziet wel eens van die filmpjes en dan denk je ook gewoon nee, ja. Zoveel flessies. Oh, zonde. Collega heeft wel een keer gehad, ook hier, en die staat ook op onze Facebook pagina. Ja? Die trok er een uit, de folie was gescheurd en dat waren eigenlijk 10 man. Dus hij trekt hem eruit en hij rijdt achteruit en hij rijdt de bocht op en die folie scheurde nog meer. Spreidt het van allemaal aan de onderkant. Maar dan kan je niet bij de vrachtwagen van Martijn hoor. Maar die knuppelt er één op. Ja, echt. Niet in zijn vrachtwagen, jongen, want dat ding is pliksplinter schoon. Laten stappen op de trein. Mensen, ik ga een paar flesjes doen. En ja, dat gaat helemaal goed komen. Oh. Je hebt er vertrouwen in, hè? Ik blijf erachter lopen. Ah, joh, het zijn maar 2888 flesjes. Hey, waar hebben we het over? Ja, joh. In één avond op, dus... Hij staat er ook gekrampeerd bij, hè? Hij staat goed hoog, hè? Ja, ik kan niet lager nog. Is het lager nog? Deze kun je er wel mee rijden. Ik word het alleen los. Zo is het goed? Ja, verder. Deze kan er helemaal in. Het is helemaal de auto van de bocht. Ja. Nu een bochtje? Ja, die kan ik. Ja, de meeste. Even een keertje steken. En vast. En nu? Oh joh! Gaat het? Ja. En daar gaan we vooruit. Je kan het nog wel. Zie je klem? Ja, kan het nog wel. Ja. Oh, dit is moeilijk, man! Hij doet het met één hand! Best snel, hè? Yo, ik kreeg dat ding in mijn noten, man. Ik zat zo vast zo. Ja, op tijd stoppen, hè. Ver nog? Ja, nog 2 meter. Doe maar makkelijk. Oh! Nee, ik kan hem wel. Ja, ik zou nu wel stoppen, hoor. Zo? Ja, wel een plasticje. Ho, kerel, ho! Ja, joh, zakken. Ja, je moet er echt handigheid in krijgen in zoiets, mensen. Dit is... Oh, ik kreeg dat ding echt vol mijn noot, zeg. Holy shit. Ik zat gewoon vast daar. Oh, ik werd zo tegen die andere car aangedrukt. Dan dit kan niet. Lekker? Beste dan vet. Het is niet paard. Goeie bier hoor.
Eén slokje. Zo, even kijken, hoe laat is het? 9:15 in de ochtend. Nou, Bas is helemaal de weg kwijt. Nee joh, Bas heeft maar één slokje genomen, want hij moet nog auto rijden. Ja, joh. Maar 9:15 in de ochtend, nu al slokje bier, hoe voelt dat? Ik ben al heel lang wakker, dus het is voor mij al eindmiddag. Nee, het is lekkere bier. Ja, dat is goed bier. Mooi zo. Ja, nou moet ik wel plassen. Was wel leuk om even een kijkje achter de schermen te nemen hier zo. Was wel tof om te zien. Wordt veel bier gemaakt hier zo. Als we het koud hebben, doen we even een warming up. Ja, kijk. Vaker, ja. Dit doet Martijn serieus nu niet speciaal voor mijn vlog. Dit doet hij serieus vaker. Gewoon. Zoek op Giffies. Martijn Kuipers Giffies. Ja. Dus. Deze baas heeft gewoon zijn eigen Giffies. Dus je weet wel een gif die je kan sturen via WhatsApp of via Instagram. Als je dan intypt Martijn Kuipers, dan kom je gewoon hem tegen. En daar heeft hij ook een gif van, maar ik wil het ook wel eens proberen. Je moet een klein stukje springen. Wacht, ik help je wel. Jee, dat kan ook niet hoor. Oh, kijk eens even joh. Volgens mij is dat wel zwaar hoor. En je benen strekken. Ja ja, workout. Oh, dat is zwaar. Dat is echt zwaar. Zo fitte boy. En het trucje. Hij heeft 2 weken niet gesport hè. Nee, joh. Oh. Mocht niet, door die hechtingen. Oh ja. Nou, morgen weer spierpijn door dit. Ja, joh. We zijn bijna klaar, mensen. Dit is de laatste. Waar moest Enzo? Even een spanband door mij trekken. Weet je wat dat is? Spanband. Spanband. Pak even een spanband. Geen idee, het wordt spannend, denk ik. Kijk hem. Nog 5. Nog 3. Ga nog even een keer. Nog 3. Of 2. Come up! Hij is even warm aan het worden. Lekker hoor! Wat? Wat is dat? Ja, spanband, die blauwe! Wat moet ik daarmee doen dan? Om die bellen, dat die blijft staan. Onder het rijden. Moet ik dit eraf halen? Ja. Hoe kan dat er overheen? Ja, zo ja. Oh, zo. Nou, op één manier. En dan? Pas maar. Net zoals dat ik die karton vast had staan vanmorgen. Ik heb goed opgelet natuurlijk. Sure. Oh my, serieus, oh my god, oh my god, jij bent echt zo dom, hè? Joh, weet ik veel, hoe moet dit? Kijk, als je, let op. Ah! Ja, nou ja, echt. En raam recht. Oh, maar zeg, ga je de binnenkant staan? Maakt niet uit waar? Ja, ja, een beetje naar voren inderdaad. Clipje eerst, clipje open doen. Eerst de bovenkant, daarna de onderkant. Ja. 10 hours later. Dat zijn veel te groot. Grotere handen dus. Ja, hij zit. Oké, en nou kun jij ratelen. Nou, die blijven staan. Ja, perfect. Goed hè? Alsof je het nooit het anders gedaan hebt. Nee joh. Zou je spanband trekken? Nou, nu even tegelijk, allebei. Kom op. Gewoon mijn handschoenen afgestaan. Kijk, ik kan gewoon staan, hè? Ik kan gewoon staan. Ik red dat niet. Oké, okay, komt-ie. Ja? Ik ben al moe. Hij is al moe. En jij sport vaker. En ik ben... Hey, weet je wat dat is, Enzo? Dat zijn basketbalarmen, jongen. Ja, ik heb het net al 10 gedaan voor mijn vlog. Ja. Ik wil niet veel zeggen, maar er wordt vaak gezegd, stereotyp vrachtwagenchauffeur, dikke buik, allemaal haren, broodje bal met mayo, maar wel mee toch? Het is gewoon topfit hoor. Ja. Lekker man. Kom op, 1. Kom op Bas. 2. Hup. 3. 4. Trek die hele tent af. Kom op. 5. 6. 7. Dat is zwaar, hè? Ja, zwaar. Echt niet normaal. Je hebt ook geen goede houvast hier. Ja, omdat ze vierkant zijn en ze rond zijn, is makkelijker. Ja, precies. Gifjes zo? Ja. Oh, zo. Jongen, die schoenen zijn 10 kilo per stuk, joh. Ja, ik vind de schoenen gewoon de schuld. Vang jij hem op? Ja. Lekker gejumpt ook. Kom maar, Enzo. Niet zo springen. Ik spring zo. Ja, pas op met je voeten, hè. Ook eerst omhoog. Oh.
Hola! Nou, er gaan nog twee bakken in. Of olie is dit. IBC's. Wat dat ook mag betekenen. Dat gaat erin. Straks in Horen. Hé, Martijn. Moet je nou eens horen. Hij maakt hem gewoon. Ja, leuk hè. Leuk. Ga deze en stoel kijken. Oh. Hey, focus hè jongen, focus. Niet aan het toeteren. Dit is ook een systeem jongens. Ja. Hoesjes erom. Wel een klein beetje omhoog, want anders loopt hij vast hierop. Maar voordat je die bult raakt, moet hij weer zakken. Zakken, zakken, zakken. A few moments later. Zo, netjes hoor. Perfect. Zo. Even concentratie. Het kan wel. Het papierwerk moet natuurlijk ook geregeld worden. Dus nu is Martijn eventjes bezig samen met Richard om het papierwerk in orde te krijgen. En als het goed is, zijn we daarna klaar met onze eerste klus van vandaag. En dat was het laden. Het lossen en het laden. Zo, daar gaan we weer. Kom ik weer even naar boven zetten. Zo. Hebben de schoentjes weer uit? Ja, vooral als het regent, neem je gewoon heel veel troep mee naar binnen. Dus als je met regen je schoenen uit doet, blijf gewoon je wagen netjes. Ja. Alle woonboten wakker. Maar doen veel mensen dat? Tot naar jou, zo? Ja, ja, soms op, of op een brug als gastjes langskomen met de fiets, even toeteren. Ja, ik vind dat wel leuk hoor. Maar dat doe je ook altijd? Ja, tuurlijk. Ja. Die gasten helemaal blij. Ja, mooi zo. Ja. Het is wel echt heel apart weer vandaag. We hebben zon gezien, maar ook heel veel regen. Dus het is een beetje wisselvallig. Ja. Maar dat maakt niet uit. Wij zitten hier lekker warm, kacheltje aan. Zo, het is goed warm hier. Want daar zit nog aan. Ja. 20 graden. Ja. Of vanmorgen nog. Het is gewoon lekker zomers hier binnen. Heerlijk. Kijk, even uit het raam hangen. Ja hoor. Even goed sturen. Kan ik het even beter zien. We zijn namelijk autootje rechts van ons. Bij een nieuwe leverancier. En we gaan hier even twee spullen lossen. Twee tanken. Twee tanks. Vol met visolie. Weet je altijd wat je vervoert trouwens? Ja, over het algemeen is het best wel vrij hetzelfde spul. In ieder geval, we hebben een paar grote klanten. Daar rijden we altijd voor. Dus over het algemeen weten we wel wat er in de vrachtwagen zit. Soms heb ik een paar nieuwe klanten erbij, dat is ook wel leuk. Okay. Ook weer nieuwe adressen, nieuwe gezichten. Ja. Dus dat is wel geinig. En nu hebben we dus twee tanken vol met olie waar de vis weer in gebakken wordt. Heb je wel eens gereden voor een hele lading kleding van knolpouwen.nl? Die staat op de agenda. Oké, dat is mooi, dat is mooi. Dus er komt op tijd voor de kerst binnen? Ja, sowieso. Sowieso. Super, alles super. Is, loopt volgens plan. Mooi. Er zit de hele dag gewoon een auto achter ons. Ja joh, die zit op de gassen jongen. Schrikkelijk, echt ASO's. Ja, echt ASO's. Ja. Meteen naar achter. Zal ik eens even mijn één schoen op een matje? Oh nee, niet doen. Nee, niet doen. Niet, nee, natuurlijk niet. Als ik dat doe, dan moet ik lopen naar huis. Dat denk ik wel. Ah, je kan in een kofferbak van die auto. Ja, daar pas ik in. Daar hebben we ooit getest, ja. Ja, precies. Maar dit is echt niet normaal. Martijn is zo'n baas, jongen. Ja? Het is zo gezellig in die vrachtwagen. Lekker muziek luisteren, een beetje kletsen. Ja, echt leuk, man. Nice. Echt gezellig. Waar zijn we? Een horen? Ik kan je niet goed horen. Nee. Ik kan je niet goed horen. Tot horen. Kijk, hier staan die legen staan al buiten. Die moeten we weer mee naartoe nemen. Oké, dus mensen, deze nemen we weer mee. Ja. Maar voordat we deze erin doen, doen we natuurlijk eerst iets eruit. Oh, de achterdeuren mogen open. Oh, maar dat ken ik wel. Hatsenflats, jongen. Aanschouw. Oh, als dat maar niet fout gaat. Oh, gaat het goed? Als het fout ging, jongen. Oh, als hij dat ziet. Oh, hij komt er ook bovenaan gelopen. Boos? Volgens mij kan hij niet boos worden. Nee, denk ik niet. Ja, tenzij je aan zijn gordijntje zit of troep maakt. Zo, weet je hoeveel fietsen we kunnen jatten, jongen, met deze wagen? Daar denkt hij aan.
bovenop of zo. Boven de een stationnetje pakken straks. Ja. De eerste knippen, als het los staat, kan je zo achterin gooien. Ja, de hele fietsenstalling. De fietsenstalling en al. Pakken we die pompwagen. Ja. Wat? Hey. Ja, dat is gewoon even mijn fantasie. Bas die denkt ook. Ja, dat is echt ja, kansloos. Ja. Maar ik ben wel een beetje gewend van hem. Ja, fietsenjatten. Nee, jij bent helemaal hyped, joh. Ja, joh. Ik heb last van, joh. Hij is energie, jongen. Hij is wel leuk, hè? Hey. Ja, maar, ja, het is wel leuk, hoor. Ja, het is lachen. Ja, ik vind het echt tof. We hebben ook afgesproken. Het is gewoon toch ook een keer een nachtje. Ja, ja, hij vroeg me al een keer nachtdienst mee te draaien. Oh, leuk. Nee. Ja. Doe maar. Nachtdienst mee? Nee, geen nachtdienst. Oh, wat dan? Dus werken, een nacht en dan weer werken. Nee, dat is te lang. Ja, laat maar zitten. Ja. Laat maar zitten. Oh, nachtdienst. Ja, je mag een keer midden in de nacht mee. Nou, we zien het wel. Het hangt van wat de kijkers ook willen. Wat willen jullie? Vinden jullie het tot nu toe leuk? Of denken jullie, nou, wow. Ik vind het leuk. Zien jullie wel. Ja, ik ook. Ja, toch? Lachen. Ja, ja, tuurlijk. Mooi, man. Gelukkig maar. Ik ben geen last voor je. Nee, hoor. Oh, mooi. Zolang wel voor het bedrijf, de maar... De pallets die allemaal aanrijdt, maar de rest... We hebben Raf. Kijk voor die bakken. Raffie Gottensaus. Haha, woe. Raffie Gottensaus. Die helpt met die grill. Wat mogen we doen? Nou ja, eentje, de middelste. Ja, iets over. Ja, lekker. En dan? Trekken. Trekken, ah. Hoppakee. Hey. We hebben lekker zitten. Raffie Gottensaus van de visboer. Zo, we hebben hier, ziet er ook lekker uit, jongens. We hebben toch een beetje lekkere visseling. Zo. Als die lekker is, halen we gewoon even een paar kilo, ja? Nou, ze hebben genoeg. We hebben genoeg visolie geleverd hier zo. Oh, ik heb hier zoveel zin in, hè? Ja, je moet jezelf even inhouden, jongen. Ja, ik wacht even op de rest. Het duurt te lang. Ik zit hier al een tijdje. Ja, kijk dan wat ik opzet. Ah! Het duurt te lang, ik zit hier al een tijdje. Ik zie die kibbelingen, ik begin helemaal te kwijlen. Het duurt te lang. Hey! Oh-oh! Ja hoor. Nou, wel lekker dus, allebei zo'n bakkie. Zo echt hè. Hey Bas, Lars. Smakelijk. Smakelijk. We hebben ook een bakje saus per persoon. Heel. Dat is niet eerlijk hè. Zullen we ophouden? We gaan ophouden met filmen. Ja, wij gaan eten, ja. Eten maken. Weet je wat het lekker is aan kibbeling eten? No. Dat je meer, dat is de kunst, meer saus dan de kibbeling. Weet je, kibbeling nu geproefd. Nou. Is die goed? Oké, dan ga ik nu testen. Hoppakee. Ja, je hebt ze niet allemaal. Kibbeling zit erin. Oh, dat was zo knijters, hè. Dat was zo knijters. Lekker, joh. Oh. Nou, één deur staat open. Ja. Wat gaat er gebeuren, Martijn? Afkoppelen. Omdat nu de vracht staat in deze bak. Daar zijn, met die auto zijn we klaar. Met aanhangwagen. Oké. Okay. Trek hem los, nu is hij open. Orde. Ah, fuck. Oh, dat is hard. Dus ik zeg orde. Dit is voor de ABS, voor de verlichting. En nou is hij los in principe. That's it. Oké, okay. Hij heeft een paar dingen gedaan in ieder geval en nu is het los. Daar gaat het even om. Ja, ja, geen idee. Ik volg korter, het even niet. Korter. Korter. Mand. Los. Mand. Los. Ja, hij is los. Hij is los. Maar het enige wat je hoeft doen, een beetje aan een touwtje trekken. Ja, dat is voor de... Waar is dit voor dan? Ja, voor die vangmel. Kijk, kijk. Ja, wat is het? Laat zien. Daaronder zie je die rode... Ja, je noemt het de vangmel. Ja. Daar zit een pen in. En die heb ik nu met dat koord, heb ik die gewoon opengetrokken. Dus die pen die is nu omhoog geschoten. Als je nu wegrijdt, blijft hij staan. Om die aanhangwagen, ja. Ja. Ja, want die staat nu gelijk op zijn rem. Omdat ik deze slang heb losgegooid, staat die gelijk op zijn rem. ABS en verlichting staat op zijn rem. Ja, gast, serieus? Ik snap er helemaal niks van. Maar ga je nu vooruit rijden, dan gaat hij los, toch? Ja, en dan klikt meteen, die vangmel klikt ook weer dicht. Dus zometeen als we hem weer aan willen koppelen... Ja, dan hoef je alleen in te rijden. Ja, eerst weer open trekken. Want hij gaat dus automatisch dicht. Dat werkt dus zo als je hem aankoppelt. Tikt hij dat puntje aan en dan schiet die vangmel weer dicht. Maar dat moet je wel precies zijn, hoor. Ja, zometeen, ja. Mooi systeem wel. Ja. Maar heb je geen cameraatje erin? Nee. Nee, dat is echt een gevoel. Dat, ja, gevoel, ja. Jarenlang heeft. Maar Martijn heeft heel veel gevoel. Ik begrijp wat ik bedoel. Zo, daar komt Martijn Kuipers met de vrachtwagen naar achteren. Piep, piep, piep. Ik hoop niet dat hij te hard op de rem gaat, want anders flikkeren al die emmers curry eruit. Maar dit doet hij netjes hoor.
Zo, daar hebben we de lading. Perfect. Zo. Hij heeft hem even netjes neergezet hoor. Ik wil echt een vakman, hoor nu. Wat staat hier ook? Moet ik hem controleren? Hem controleren? Twee frietsaus. Ja. 20 curry. Hey, 2 frietsaus. Hey, doe maar 2 patatjes. Maar. Oh, daar komt Martijn Kuipers! Hey! Oké! Waar zijn we? Patatje curry! Patatje curry! Hey! Hey! Ik denk dat het met lekkere frikandel wordt gegeven. Dat denk ik ook. Je bent echt een hele. Ik heb stalen neus, hè? Ja, wat wil je doen dan? Ik heb papiertje. Oh, hey. Daar gaat hij weer, hoor. Atze. Wat zit daarin eigenlijk? Kleding, dat is laatste adres. Kleding. Kleding? Oh, dat is kleding. Knolpower.nl. Hij doet dat ook snel, hè? Hij zet het ook gewoon ergens neer, hè? Het is zitten met vragen. Daar een pallet, daar een pallet. Deze moet weer met terug. Oh. Zo, dat dan. Jongen, daar ben pot mayo, mijn jongen. Geen vering. Hey. Alles wat niet mag, dat doen we. Netjes hoor. Denk je dat ze het zullen merken? Dit is banket. Ja, merk ze niet. Doe je zak, ja. Nee joh, zien ze niet. Niks aan de hand. Zien ze niet, hè? Nee joh. Maar wat is dit allemaal? Waar gaat dit heen bijvoorbeeld? Naar Wieringenwerf. Alles gaat naar Wieringenwerf. Dit is ook brood. Ja, allemaal brood. Ja. Kerstbrood. Hier zijn we zoveel brood, ze zullen niet eentje missen, denk ik. Niet brood nodig. Nee. Maar zoveel brood, ze zullen niet eentje missen. Hij stokt gewoon niet door, hè? Hij heeft niet door. Het zit wel goed. Hij heeft het door. Niemand heeft het door. Hé, hey, maar ze zeggen, dit is heel goed voor je spijsvertering. Vertering. Snap je? Ja, zeker. Is dit spijs in? Nee. Ja? Nee, ik snap het niet. Oh, zo! Oh, jemig. Goeie, hè? Ja. En niemand zag het. Dat was wel... Hé, hey, weet je wat wel leuk voor de vlog is? Nee, dat mag niet. Houdoe! Enzo! Yeah. Ik kom je vergezellen, man. Kom je er ook bij? Ja, ik kom er ook bij. Dus het is zielig om hem alleen te laten. Ah, nee, hij moet nog twee pallets erin. Oh, echt? Ja. Maar ik ga wel met je mee, ja. Waar we bijna weggegaan. Ja. A few moments later. Hij gaat rijden. Oh. Hou je goed vast, hè? Oh, dit is donder spannend, jongen. Hou je vast. Dit is best hoog, hoor. Ja, dit is hoog, hoor. Ja, dat zeg ik net. Ja. Maar het moet nog vastgehouden zijn. Oh, zullen wij dat doen? Oh ja, dat moest met dit, hè? Nee. Met die. Oh. Weet je hoe dat moet? Oh. Moet dit vastgehouden? Moet deze hier weer? Nee, blijf maar staan. Oh, oké. Okay. Hoop ik. Moeten we eruit? Ja. Nee. Alles is geweldig. Neem mee. Zal die vast niet door hebben, eentje. Nee joh, zie je niet. Ja, wat flik je me nou, denkt hij? Wat flik je me nou? Je gaat maar lopen naar huis. Ik poets hem even. Ja. Blinken die allemaal. Zo, ja, nu valt hij wel op, hoor. Ja. Ja, nice. We gaan er weer van tussen. Goed. Kijk eens wie er ook bij is. De kerstman.
Ik wou zeggen een levende lijve, maar niet helemaal. Op slot. Ik kan niet meer. De kerstman staat op slot, mensen. Zie je ook zijn kerstballen? Nou, ga jij maar even zijn ballen zoeken. Zie je ook zijn kerstballen. Oh, ik dacht dat ik slecht bezig was, maar wow, wow, een stoep. Je kan het merken dat jij voelt. Dit is wel even spannend, want hier gaat proberen Martijn hem weer precies eronder te doen. Want kijk, weet je wat het is? Oh, dit doet hij ook netjes hoor. Kijk, weet je wat het is, mensen? Als hij lading heeft die voorin zit, wat hij moet lossen, ja, dan gaat hij natuurlijk met alleen de voorkant lossen. Maar als hij iets gaat lossen met die, dan laat hij hem gewoon erop zitten. Zo, wat slim. Hij was top, hè? In één keer, hè? In één keer. Bas, laten we ruilen. Ben ik goed in beeld? Ja. Is het licht goed? Ja, ja, nu is het licht mooi op de hoodie. Laten we ruilen dan. Ja, dankjewel voor de autosleutel. Neem jij de camera mee? Oh, ik moet mijn schoenen wel uitdoen, hè? Ja, kijk hoe het gaat doen. Komt alles bij kijken, hè? Anders ja, dat is wel een trucje apart, hoor. Yeah, gaan we even een stukje rijden. Jemig. Ziet er ook groot uit, joh. Hij is even de boel aan het naaien, hoor. Hij doet even een rondje van de zaak. En erachter blijven rijden. Heel braaf. Hier heb je ze. Geniaal. Laatste ritje, of niet? Eén na laatste adres. Eén na laatste adres. We zijn in Wieringerwerf. We hebben zometeen nog één palletje met kleding in de merchandising van Enzo. Ja, Enzo Knol. Dat was een leuk ritje. Ja, ja, was dat top? Ja, was leuk. Ja, het is gewoon machtig mooi om hier boven te zitten, joh. Maar je ziet echt bijna niks, hoor. We reden langs een fietser, maar dat zie je echt bijna niet. Nee, is moeilijk te zien, hè? Moeilijk. Dus fietsers, bij een vrachtwagen, kijk uit. Ja, ik reed even in deze auto en ik heb het dakje weer even mooi open gedaan. Dus echt, we hebben echt zoveel geluk met het weer. Echt prachtig. Ben doen, jongen. Ben doen. Ja, even plassen tegen. Mag niet. Oh, mag je erin duwen? Nee, tuurlijk niet. Oh, de lucht op. Ja, kijk nou. Met zo'n uitzicht wil je toch wel plassen? Ja, dat is wel mooi, hoor. Ja, dat is beter dan in het toilet. Lekker zonnestraal op de kop. Hè? Heerlijk. Lekker maar. Ja, daar heb je niet over nagedacht. Ja, dat staat ja. Wel vervelend. Hoe ga je dit nou doen? Ik, ja, je gaat hem even verplekken, of niet? Gaat lekker ook mee. Zo, jongen, jongen, jongen. Hey, maar hier leer je wel van, hè? Ja, dit is zeker een leermoment. Ja. Ik neem dit ook mee, hoor, de volgende keer. Ja, snap ik. Echt niet. We willen dat hij de volgende keer weer fout doet. Zou je deze even nadenken? Ja, ja. Doet hij het goed? Ja, ik zit even te kijken hoe hij dat doet weer. Want het is weer matches. It's a beautiful day, the sun is shining, I feel good. Ga je het niet afmaken? Ja, ik ben een beetje moe aan het worden. Hoor. Ja, ik heb door. Een beetje een inkakker. Het is ja, ik nu, net ook. Ik was net ook aan het gapen, hè? Het is nu 2 uur in de middag. En nou, we gisteren om 12 uur pas naar bed en om 5 uur opgestaan. Ik heb serieus echt een inkakker, mensen. Ik ben echt een beetje moe. Bas die is goed bezig. Die is Martijn aan het helpen met het lossen. En ja. Bas helpt mij weer. Ja, Bas helpt je goed. En ik zit hier gewoon een beetje doelloos te liggen van het zonnetje te genieten. Een pallet kleding. Ja. Deze pallet moeten we straks nog bezorgen. Dus een pallet met kleding. Ah, maar dat zonnetje is zo lekker. Oh. Martijn? Ja? Wij gaan jouw werk even oplossen. Ja, is goed. Jullie regelen het even. Ja, wij gaan het regelen. Ik ga alvast. Geniet ervan. We hebben wel contact en dan komt het wel goed, toch? Ja, toch? Doen we. De sleutels zitten erin. Nou, top. Nou, geniet ervan. Dank je, kom goed. Rustig aan. Nou, de koppeling ook gebruiken. Lekker hoor. Ha ha ha.
Hey Bas! Ja? We staan er alleen voor. Ja, joh, kom, we rijden ding zo weg, joh. Kom. Zal ik even helpen? Ah, nu hè, nu het klaar is, serieus. Nu het klaar is, wil ik ons even helpen. Ja, goed bezig. Oh, ik ga even aansturen. Ja. Ja. Zo. Pak een shortbandje. Shortbandje. Ik heb met zo'n stalen neus. Nou, doe short. Aantrekken die handel. Moeten we niet eerst wat doen of zo? Ja, netjes hoor. Kom maar. Nou, we hebben alles geregeld. We kunnen weer gaan. Ja, we kunnen gaan. Ja, we kunnen gaan. Was leuk? Ja, was lachen, man. Leuk bakkie, hoor. Bij de laatste locatie van vandaag. We moeten hier 1 pallet leveren. Bas, die zit weer te spelen. Die kan zich weer niet inhouden. Ja, sorry, maar dit wordt ook gefilmd. Oh ja, maar ja, dat gebeurt ook. Zijn we verkeerd? Nee, hij moet even krabben achter zo. Ik maak daar nog een pad, kijk dan. Ja, weet je wat het lullig is? Er staat hier triple E, maar daar in de verte ook. En we moeten waarschijnlijk bij die andere zijn. Ja. Ja. Maar kijk, dit was een nieuwe put. Dus ik dacht... Ja, dit is weer zo'n leermomentje. Hè. Dit is weer zo'n leermomentje. Nou, noteer deze ook gewoon. Ja, neem het er allemaal mee, je leert er weer van. Dus we gaan nu even naar de overkant. Ja, lekker hoor! Ja hoor! Mensen, ik kan jullie gerust laten zien dat ik er niet zo netjes meer uitzie als eerst. Mijn broek zit helemaal onder de blubber, inclusief de schoenen. En dat komt omdat Bas... Bas die ging een beetje rijden in de blubber. En ik stond bij de auto. Ja, daarna. Ja. Drop. Dus ja, ik zie er niet meer... Gelukkig is dit bij de laatste levering en niet bij de eerste. Je eigen schoenen. En gelukkig zijn niet mijn eigen schoenen. Ja. En zijn die van Martijn. Thanks, Pik. Mag je zo de truck nog wel in, of niet? Ja, weet je dat ik daar meteen aan dacht? Hij komt de truck niet meer in. Hij komt blijven zitten. Ja, netjes gedaan weer, hoor. Ja, toch? Zeker. Op het verkeerde adres staan, maar gewoon in 1 keer voor de deur. Hoppakee. Ja, dit was hem, de laatste. Dat was de laatste. De laatste pallet van vandaag. Lekker bezig. Hoe vond je het? Ik vond het super. Ja? Ja. Leuk? Lachen? Zeker. Oh, lekker koekje. Lekker. Wat krijgen we nou? Bas! 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 Cola! 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 Ik wil cola! Kittencola. Thanks, mate. Oh, koud zo. Lekker, joh. Hoe voel je, joh? Ja, koud. Hey Bas. Kan je eens helpen? Ja, tuurlijk. Wat doen dan? Nou, mijn schoenen zijn helemaal vies. Ja. En mijn broek is helemaal vies. Ja. En ik heb daar wat voor gevonden. Moet je eens komen? Echt? Ja. Wat dan? Hoe moet ik komen dan? Ja, moet je even een klein stukje omhoog. Via de trap hier. Krijg je straks een stalen neus? Je kan hier vasthouden. Krijg een stalen neus in mijn neus. Nee. Stap je neus? Oh. Is om alles schoon te maken. Ja, wat denk je dat ik die niet al heb gezien? Geniaal, hoor. Ik laat het schrikken, maar ik schrok niet. Jij wel, hoor. Ja, ik schrok wel, ja. Ik dacht, wat is dat nou? Oh yeah! We zijn nog niet klaar. Wat gaat er nu gebeuren? Ik ga een keer aan de andere kant instappen. Ja, dit wordt knijters, hoor. Dit wordt knijters. Kijk eens even. Hoppakee. Zo, daar zit... Oh. Ik was bijna met mijn schoenen erin gegaan. Bijna. Ik heb wel een beetje vieze broek, maar... Daar kunnen we even niks meer aan doen. En anders kan ik het altijd schoon spuiten, als ik wat heb gemorst. Zo. Hey, thanks. Alsjeblieft, hè. Staat je wel, hoor. Moet je die hier doen? Mag dat niet hier? Ja, zo is voor de gein wel. Kijk, ik ben serieus. Ik was bang. Nog eens achteruit? Ik dacht, shit, hoe doe je dat, gast? Oh, ja. Voor jou is het
piece of cake. Geef ze een heel klein beetje gas. Klein beetje? Ik hoor hem al tikken. Volgens mij is hij dicht. Hij zal nog niet helemaal dicht. Oké. Okay. Ik hoor hem nu tikken. Ik kijk even voor de zekerheid en dan kom ik ernaast zitten. Ja, is goed. Mooi hè? Ja, dit is mooi jongen. Deze wil ik ook op mijn jeep! Deze wil ik ook op mijn jeep! Deze is ziek lang hoor. Kijk, let maar eens op zometeen. Spannend, ja. Ik vind het super spannend. Ja, ik ga nu rijden als het goed is. Ja. Oké, voor duidelijkheid, en hang hier zo. Nou, gas jongen, dit is niet te comfortabel of zo. Oké, wat moet ik doen? Oké, staat het stuur goed? Kijk, je kan het stuur. Jeetje. Zo. Hé, maar kan ik even serieus, kan ik zo'n toeter ook krijgen op mijn jeep? Als je de lucht in je toeter... Ja, dat moet je fixen. Als je jeep bouwt, een compressortje maakt, kan dit ja. Ja? Ja, tuurlijk. Oh. Gaan we fixen, ja? Wie kan me helpen aan zo'n toeter van een vrachtwagen op mijn jeep? Dan heb je dit op mijn jeep. Dat zou echt heel baas zijn. Dat zou geniaal zijn. Ja, echt gruwelijk. Ja. Eigenlijk moet je dat op zo'n smart doen, zo'n hele kleine auto. Ja. Weer gaan rijden en zo. Oh ja, ik ga rijden. Oké, okay, wat moet ik doen? De stuur staat goed zo. Ja, de handen zijn we vanaf. Oh, lekker. Zo. Goeiedag Marie. De hele visboel van vanmiddag komt omhoog. Zo, hij ontploft in één keer, sorry. Weet ik niet. Het ontging me even. Dat is de handrem. Eraf? Ja, je voet op de rem. Ja. De handrem trek je naar je toe. En dan omhoog, ja. Nice. Dit is de versnelling. Die tik je zo naar voren. Nu kunnen we. Ja. Wow, ga ik serieus? Hoe lang is dit? 25 meter. 25 meter. Oh, dit is raar, shit. Joh. Dit is doodeng. Vooral met deze wacht te sturen. Niet zo hard. Oh. Ja. Wow. Oh, schakel je nou even zuiver over? Holy shit. Automatisch. Ik ga voorzichtig remmen. Ja, je kan de bocht om. Holy moly, ik bestuur gewoon dit beest. Ja, iedereen ziet me hier ook al hangen. Kijk. Gaat dit goed zo? Ja, gaat heel goed. Je ziet er recht nog, je kan er goed bestuur. Ja, ik kan er recht zien. Ja, dan kan je, maar heb je een vrachtwagen ook een naam gegeven? Scania. Scania? Nee. Ja. Nee, geen naam. Nee? Nee. Weet jij een leuke? Een leuke? Ja. Ja, ik vraag het wel de kijkers. Weten jullie een leuke naam voor deze prachtige vrachtwagen? Laat het weten in de reacties. Gaan we kijken. Waar moet ik heen rijden? Nou, een beetje meer gas. Onder het tunneltje door. Oh, echt? Onder het eind, ja. Onder de tunnel door. Zo. Kijk Bas ook hangen. Kijk hem ook hangen. Dat kan niet hoor. Oh, even. Kan ik hem nu naar binnen draaien? Ja, gewoon met de bocht mee. Dus gewoon langs de stoeprand blijven rijden. Zit er wel niet sporen. Holy shit, gast. Voorzichtig, joh. Zo. Kijk hoe lang die is. Zo. Ja, gaat hij goed zo? Goed. Lekker, hoor. Netjes is dit. Oh, niet het raam. Oh. Ik doe zelf het raam omhoog. Ja, ik red het met de stoep hoor. Goed. Ja, super dit. Lekker. Ja. En dan ga je hem in zo'n vak hier achteruit deze. Achteruit? Ja, hoe denk je dat hij er anders in komt? Hoi! Goeiedag hem! Hij wordt echt lang joh. Zo, doe jij dit nou? Dat doe ik allemaal. Kijk hoe mooi ik hier parkeer. Helemaal top dit, hè. Helemaal top dit, mensen. Ja. Niet hier even, hoor. Doe je goed, bro. Dit doet hij netjes, hoor. Ja. Die staat mooi, hè? En zo in één keer. Komt hem op, hoor. Ja, hoor. Hij staat. Ja, die toeter moeten we echt regelen. Ja, joh. Dat is echt vet. Nou, hoe vond je het? Ik vond het echt zo vet, jongen. Ja, ik vond het leuk? Het achteruit inparkeren vond ik echt super eng. Maar onder dat tunneltje rijden, dat was echt vet. Dat was echt, ja. Ik mag nu ook. Ja. Ja, super. Ik heb echt zin in, joh. Alleen maar even lachen, joh. Ja, dat is echt mooi. Ik denk dat jij dat wel kan.
Ik denk het ook wel. Ja, ik denk dat jij dit echt goed kan. Goed? Dit is echt iets voor jou, ja. Ja? Nou, dat is een zin. Dan ga ik nu aan de zijkant van de vrachtwagen hangen. Ik zie Bas er wel voor aan hoor, voor vrachtwagenchauffeur. Ik vind dat wel wat voor Bas. Lekker nummertje hoor! Piratenhit staat er. Links, rechts, links. Ja. Links, links. Ja, bedankt. Dank je. Spannend muziekje. Zo, ja, je merkt wel dat het zwaar is hoor. En nou is hij zelf nog leeg. Dus als je, nu is hij 20 ton ongeveer. Ja, dit vind ik lekkerder. Dan hoor je tenminste echt het geluid van de motor. Oh, haal je tanden. Ik haal je een beetje kop. Richtingaanwijzer uit. Doe ik nu toch? Ja. Hij zit ook helemaal niet op te letten. Hè? Hij laat gewoon rijden. Hè? Jij rijdt gewoon met die vrachtwagen. Hij zit gewoon op zijn mobiel. Dat ding is 25 meter lang. Jongen, mooi bochtje ook, jongens. Lekker hoor. Hij heeft nu wel een beetje breed. Zag je een mooi vrouwtje, Bas? Ja. Lekker geluidje hoor. Lekker hoor, mooi bochtje weer. Lekker. Lekker. Ja, we gaan door de tunnel, mensen. Jij moet even half door de bosjes. We gaan door de tunnel. Lekker, lekker bochtje hoor. Lekker bochtje hoor. Lekker. Ga nog even een keer. Vrachtwagenchauffeur! Lekker hoor. Als je dat bij Martijn doet, dus als je deze vrachtwagen van Martijn ziet rijden en je doet zo, dan gaat hij toeteren naar je. Dat doet hij, heeft hij mij gezegd, dat doet hij altijd. A few moments later. Ik zei het toch, als je dat doet bij Martijn, doet hij dat altijd terug. Ja, nou moet hij het ook gewoon doen. Ja, hè? Hij moet flink wat toeteren, denk ik. Het dak gaat even dicht, want deze auto is zo verschrikkelijk vies gemaakt door ons. Dat is echt niet normaal. En op deze manier kan je een auto gewoon echt niet terugbrengen. Dus, hier hebben ze een wasstraat. En hier wordt die even door de wasstraat gereden. Gelukkig. Super chill. Hoppakee. Wat een grote machine is dit zeg. Holy moly. Je moet ook wel voor die vrachtwagens natuurlijk. Hier maak je je vrachtwagen altijd schoon? Ja. Het is wel ideaal dat het hier gewoon op het terrein is. Het is super handig, gewoon voor het weekend, auto wassen, gewoon netjes weg. En dan staat hij het hele weekend weer goed. Ja. Werk je altijd van maandag tot vrijdag? Ja, of soms op zaterdag, maar dan ben ik door de week een dag vrij. Oké. Ja. Dus wel altijd gewoon vijf dagen. Ja. Oké. Wat zei je, Bas? Moest hij van binnen ook schoon? Ja, volgens mij moesten we hem open houden. Ja, gewoon open, toch? Hey, dag. Zijn hele gezicht is wit! Bro! Dit kan je niet menen! Dit kan je echt niet menen! Jij wist niet dat er schuim uitkwam! Nieuw profielfoto! Ik wist niet dat er schuim uitkwam! Jij deed het! Hij is de oorzaak! Nee! Hij is de oorzaak! Ik zal de boosdoener even filmen! Ja! Muscle! Lekker schoon houden. Zit ook in de auto. Oh, gast. Ik heb ook pijn aan mijn buik, joh. Wat is oh.
is schuim, hè? Dat is schuim! Kun je nu niet meer, ja? Ja, zeker? Ja, is goed. Ja? Ja. Ga maar terug dan. Ja, is goed. Spuit die auto dan meteen in? Is goed, Soppie. Ja, kom dan. Ah. Kom dan. Oh, die hele wasstraat is wit. Spuit die wagen even in. Ja, met die wagen op de achtergrond. Ja, kan ook. Wacht. Ja, als je een dagje meegaat met Martijn, dan vind ik ook dat je aan het eind van de rit gewoon ervoor moet zorgen dat het helemaal schoon is. Dus daar zijn we nu mee bezig. Nee, oplossen! Ah, fall, motherfucker! De hele camera zit vol! Holy shit! Zo, lekker hoor, Martijn! Ja, even opgefrist. Holy moly. Oh, ik denk dat de camera trouwens nog een beetje qua lens vochtig is door de wasstraat. Is dat echt zo? Ja, op het midden is het niet helemaal scherp. Maar, wat was dit? Zoals Martijn altijd zegt, schitterend. Schitterend! Dit was zo vet, jongen. Dit was echt super nice. En heel erg bedankt dat we een ritje mee mochten met je. Ja, graag gedaan. Of naar ritjes in ieder geval. Ik heb een kleinigheidje meegenomen voor je, want ik heb gisteren verse speculaaskoek gebakken. Dus ik heb voor jou een heerlijke... Oh, die lagen bij mij in de pallets, toch? Knolpower speculaas. Oh, cool. Nee, jongen, nee, grapje, man. Hij gaat er gewoon serieus op in. Dat doe ik niet. Leuk, man. Vet. Ja, ik zie ja zeker. En ook nog voor de cameraman. Ja, super, man. Lekkere dankjewel koek, alsjeblieft. Ja, en dat was mooi, man. Leuk. Ja, als je ik zou jij zeggen... Wil, als jij nog bedankt, wil. Wie weet nog een keer in de toekomst. Ja, echt leuk. Maar dit was echt geweldig. Ik heb zo erg naar mijn zin gehad. Zo erg gelachen. Ja. Zelfs waterpret gehad. Even een inkakketje tussen de middag, maar dat mag geen naam hebben. Ja, maar dat was echt maar een kwartiertje of zo. Ja. En daarna was het weer ik hop. Vaker hoor, als je gewoon... Ja, vooral hoor. Ja? Maar dan wordt het irritant. Ja, maar ik kan me voorstellen met dat soort tijden, als je 3-4 uur begint, dat je dan rond 12-1 uur even een inkakkenmomentje hebt. Ja, ik heb net al een berichtje geregeld dat ik morgen 4 uur moet beginnen. Ja, serieus? Ja, 4 uur beginnen morgen. Nou, ga snel lekker naar huis, chillen met lekker. Ja. Koekje erbij op de bank. Lekker. Lekker. Toppie. Cool. Hey, het is nu alweer donker hè mensen, dat gaat zo snel. Echt binnen 5 minuten in één keer is het donker. We zijn echt net thuis en wie staat er nu al voor de deur? Het is... Jillian! Kom binnen man. Het is koud. Ja, het is echt koud, dus kom lekker binnen. Oh, hij heeft zijn koffertje. Ik heb zijn koffertje bij. Blijf je pitten of zo? Ja. Oh, oh ja, dat is waar. Jordi blijft gezellig pitten. Maar ik zou zeggen, kom naar de woonkamer. Want wij hebben trek. Tenminste, Bas en ik hebben trek na zo'n lange dag. Ik weet niet of jij trek hebt. Oh ja. Maar we hebben lekker eten gehad. Of nou ja, lekker. Gewoon lekkere... Goed voedsel, hè hoor. Vieze vette hap. Dat kan ik wel zeggen. Ja. We hebben even snel Mackie gepakt. Dus we gaan even lekker kippetje eten met wat patatjes. En wat kipnuggets. Chicken nuggets, die zijn voor meneer Knol. Yes, die vind ik wel lekker. Lekkere sausjes erbij. Wat drinken. Ik heb hier nog een mooie poster gekregen van Martijn. En dan op de achterkant staat hij zelf.
En trouwens, dat is wel even leuk om te zeggen voor Martijn. Want mochten jullie het nou leuk vinden wat ik vandaag heb gefilmd. Bij mij nu in de vlog was het gewoon vandaag gewoon heel veel lachen. Af en toe even wat vragen over van hè, hoe zit dit als vrachtwagenchauffeur, hoe zit dat. Maar mocht je echt er wat dieper op in willen gaan en Martijn nog wat beter willen leren kennen. Dan zou ik zeggen check even het linkje in de beschrijving. Want Martijn die maakt één of soms twee keer in de maand een video. Zet hij op zijn YouTube kanaal. Dus mocht je dat leuk vinden check het linkje in de beschrijving. En wij gaan even lekker eten. Pliep pliep. De auto gaat open en die zit helemaal vol, zoals jullie je misschien nog wel kunnen herinneren. Rolstoel, dat is waar ook, dat was ik helemaal vergeten. Ik heb een rolstoel gekocht. Waarom? 60 euro op de veiling. Ja, die shined hard, jongen. Zullen we die uittesten? Ja, die heb ik al getest. Maar die ga ik in de woonkamer zetten, leek me wel mooi. Oh ja, tuurlijk. Ja, ik heb ook een rolstoel in mijn woonkamer zetten. Ja, tof toch? Ja, super tof. We gaan deze auto dus even helemaal leeg halen met alles. En de reden daarvoor is, kunnen jullie je dit nog herinneren? Dat was dus niet helemaal goed voor mijn auto, want die heeft daardoor een melding gekregen. De stability control is off. Dus er staat iets uit wat aan moet staan. En daarvoor ga ik hem even inleveren bij Jeep en dan kunnen ze er eventjes naar kijken. En dan krijg ik een andere auto weer mee. Die cabrio, waar Bas en ik vandaag in hebben gereden, die krijg je dan weer mee. Maar dan moet ik deze eventjes inleveren. Maar ja, die spullen die wil ik wel houden, want dat wil ik gaan openmaken. Waarschijnlijk morgen ga ik die spullen openmaken. Dus als jullie daar nieuwsgierig naar zijn, check morgen de vlog weer. Dus we gaan het even snel uitruimen. Ik heb trouwens nog een leuk idee met de rolstoel. Zullen we die achter de minibike hangen? Achter de minibike? Ja, dat is toch vet? Ja, dan ga ik wel de minibike rijden als jij dan achter de rolstoel... Ja, is goed. Leuke idee heb jij. Ja, leuk. De auto staat hier helemaal prachtig, mooi, veilig. Dus deze laat ik hier staan. En dan ga ik naar buiten toe. En ik heb hier nog wat spulletjes uit de auto gehaald. En die doe ik even in deze auto. En dan neem ik deze auto mee. En Bas? Ik ga weer weg. Jij gaat je eigen auto meenemen. Ja. Rust gaan. Ik ga het missen, jongen. Kalm aan. Tot de volgende keer. Ja. Tot over een paar dagen waarschijnlijk weer. Ja, bel maar als je weer niks te doen hebt. En dan zou ik zeggen... Rij voorzichtig. Ja, wel. Ja, dat heb je met zo'n kleine auto. Ah, dankjewel. Klein of mijn. Zo. Hey, rij voorzichtig. Ja, komt goed. Zo, de auto die staat weer op zijn parkeerplek. En de spullen daarachter die staan er ook. Voor morgen helemaal klaar om uitgepakt te worden. Ik ben echt benieuwd wat er allemaal weer in deze koffer zit. Deze ga ik trouwens meenemen. Ja, ja. Die klappen we even uit. Als het goed is, kan dat. En dan rij ik deze zo de woonkamer in. En dan geef ik die een mooi plekje. En dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet er niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Dan check ik jullie baas morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace! Knol Power!